Maar mooi gisteren, hè? Hoe en wat zo belangrijk is, dat voelde ik eigenlijk al de hele dag, is het verheugen op dat nieuwe wat komt, wat je bijna kan voelen wat komt. Terwijl je ook in het brein of in mijn denken soms denkt, ah, oh, dat wordt nooit wat en wanneer gebeurt het allemaal? Maar het is iedere keer je weer terugbrengen naar verheugen. Ja, leuk, iedereen komt binnen. Ik moet nog eventjes wachten, zie ik. Ik ga te snel. Even zorgen dat iedereen echt binnen kan komen. Fijn hoor dat jullie er zijn. Ik denk dat we gisteren wel bijzonder, zowel Instagram als Facebook als YouTube. Ik denk dat we met 500 mensen waren. Dus dat was super gaaf. Dus de volgende keer 5000, oké? Nou, nog meer. Waar we het over gaan hebben vandaag zijn weer die zeven universele wetten van het universum. En alles komt uit die ene. En we hebben 1 tot en met 4 gedaan, maar 5, 6, 7 ga ik nu in één keer doen. Omdat alles komt uit die ene. Dat alles is mind. En ik weet dat de Aboriginals altijd zeggen: big guy, mind plus big eye is everything. He, dus daar creëer je alles mee. En zij zitten ook in de dream state. En eigenlijk is dat onze droom, dagdroomstaat, waarin je kunt creëren. Dus ik ga ze nog even af. In alles is mind krijg je de tweede. Dus we gaan van boven, alles is mind, de tweede, derde oog. Wat is zo binnen, zo buiten? Dat wat in jou leeft, zie je ook buiten. Dan bij de derde is dat alles te maken heeft met de vibraties die jij uitzendt. En dat komt ook weer naar je terug, want dat hoort bij zo binnen, zo buiten. Dat heeft te maken met de vibraties, maar ook wat je zegt. Maar daarin zit ook weer het ritme. En hoe hoger je frequentie of je vibratie, hoe hoger de gevoelens van vreugde en van opwinding en van ja, het is er nu en van dankbaarheid, hoe sneller de dingen komen. Dus dat merken we zelf ook, hoe langzamer en emoties zijn trager, het ritme is trager. Terwijl je wel weer de balans moet hebben in het ritme. Dan kom je op de vijfde, dus dat is eigenlijk, als je andersom is het natuurlijk de derde, maar de vijfde, want we gingen van bovenaf, heb je de zonnevlecht en daar zit oorzaak en gevolg. Alles heeft een oorzaak, alles heeft een gevolg. Dit is de wet van verantwoordelijkheid. En we hebben het daar al eerder over gehad, hoe jou, want alles komt uit die ene, hè? Want je ziet ook, het zijn allemaal stukjes die eigenlijk bij dat ene horen. Maar ook dat je ego zo, mijne wordt dan wakker en zegt, ja, maar hoezo alles is mijn verantwoordelijkheid in mijn leven? Heb ik dan alles? Ben ik daar medeschepper aan geweest? Ja, dat zegt deze wet. Maar oorzaak-gevolg is, zoals het soms wordt omschreven, vind ik het bijna alsof we straf krijgen. En dat is het niet. Het is het. Dat karma vind ik ook een moeilijk woord, want dat is ook als dit leven niet goed is, krijg ik hem volgende keer terug. Ik heb het idee dat al. Het zaaien wat ik doe en het oogsten zie ik ook gewoon in dit leven. Misschien is dat allemaal zo. Maar voor mij is dat moeilijk om in straffen te kunnen denken. Maar ik begrijp wel dat zo binnen, zo buiten, oorzaak-gevolg, dat bij elkaar hoort. Want degene daaronder, de zesde. Dus bij jouw tweede chakra is de polariteit. Alles zit in dat licht, donker, dag, nacht. En de polariteit in ons ook.
Alles heeft die positieve en negatieve kant ook in ons, ook in onze scheppingen. En dat wij duidelijk leven in die wereld van polariteit hier. Ik denk dat dat ook zo goed is om te beseffen. En gisteren had ik het met iemand over, zo leuk. Soms dan heb je zo'n gesprek, zo'n eerlijk gesprek over een ego dingetje in je. Dat je denkt, nou dit is echt zo kwalijk. Mijn gedachtes daarin en wat ik daarin voel. En het heeft niet zozeer met de ander te maken. Het heeft met jezelf te maken. Want dat zijn de kwalijke ego dingetjes in jou. De oordelen die soms kunnen spelen. Vorige keer had ik het over, ik heb het eerder een keertje gehad, ik vertelde over die wortel uitgraven van dat je soms dingen kan misgunnen bij mensen. Of gaat vergelijken en ik dan. En of vroeg zelfs. En daar kan je zelf eigenlijk het meest probleem mee hebben. En ik heb zelf ooit iemand moeten vergeven waar ik eigenlijk 2 jaar over heb gedaan. Ik heb 2 jaar gebeden. En iedere keer als ik aan die persoon dacht, zeiden ze tegen me, dan moet je bidden voor haar. En ik heb dat 2 jaar lang gedaan. En in de eerste tijd waren het vooral heel veel wraak- en wrokgedachtes. En dat vervuilde mij. Dus dat is hetgene waar ik iedere keer weer voor moest gaan bidden. En wat zo mooi was na die 2 jaar, ik weet nog zo goed in een droom, toen stond ze klaar in een gevechtstenu. En toen zei ze, nou nu, dit is het eindgevecht, nu gaat je hoofd eraf. En je hebt nog 5 minuten om je voor te bereiden op het gevecht. En ik sta daar een beetje lullig en ik kijk naar haar en ik denk, jeetje, een soort Angelina Jolie, het ziet er nog veel te mooi uit ook, dit wordt helemaal niks. En in dat moment bedacht ik me opeens, oh ja, maar ik heb nu die afgelopen 2 jaar gebeden en ik heb toch geleerd dat ik moet vergeven voor wat er komt. Dus ik ga voor haar staan en ik zeg, ik vergeef je nu al voor wat je gaat doen, want dan blijven we vrij in alles. En ik voelde niet de angst, terwijl het zo'n levensecht visioen droom was, dat ik wist dat mijn hoofd eraf ging. En ik weet nog dat ik dacht, nou dan weet ik ook hoe dat voelt. En het fijnste was het moment dat ik haar vergaf voor wat ze zou gaan doen, werd mijn hart al vrij. En op dat moment veranderde haar gezicht in Amma. En Amma is die knuffelguru. En ze geeft me een zoen op mijn voorhoofd en ze zegt, je bent er doorheen. En dat was zo'n explosie van licht in mijn hart wat gebeurde. Dat je zo voelt hoe vrij je jezelf van iets kan maken. Maar het wil niet zeggen dat dat 1, 2, 3 gedaan is. Weet je, je hebt soms echt, als je het hebt over die polariteit en dat oorzaak-gevolg in je, dat is iets waar we echt naar moeten kijken en soms uit moeten graven. De laatste, de 7e, is de onderste chakra. Dat heeft te maken met de transformatie. Alles blijft altijd bestaan in verschillende vormen. Dus wat bijzonder is, als je hem helemaal neemt, hè, alles is mind, de bovenste. Dan heb je zo binnen, zo buiten. Alles heeft een vibratie, alles heeft een ritme. Oorzaak en gevolg, eigen verantwoordelijkheid. Alles heeft een polariteit. En positief, negatief. Is ook zo belangrijk, kan je accepteren. En de laatste is alles, niks vergaat. Alles transformeert. En daarin, als je deze bestudeert, niet met je hoofd, maar met je hart. Dan hebben we iets heel bijzonders in handen.
dan hebben we een ongelooflijke kracht in handen. En ik wil jullie even een heel klein stukje van Rumi voorlezen. Als ik dat waar ik naar verlang achternaren, zijn mijn dagen een hel van stress en angst. Als ik stil zit op mijn plek van geduld, vloeit alles wat ik nodig heb zonder. Vloeit alles wat ik nodig heb naar me toe zonder moeite. Hieruit heb ik begrepen dat datgene waarnaar ik verlang, ook verlangt naar mij. Als het zich niet naar me toe kan lokken, moet het wel naar me toe komen. Ik ga hem nog één keer doen. Ik ga hem nog één keer herhalen. Als ik dat waar ik naar verlang achterna ren, zijn mijn dagen een hel van stress en angst. Nou, die kennen we allemaal. Als ik stil zit op mijn plek van geduld, vloeit alles wat ik nodig heb naar me toe, zonder moeite. Hieruit heb ik begrepen dat datgene waarnaar ik verlang, ook naar mij verlangt. Als het zich niet naar me toe kan lokken, moet het wel naar me toe komen. En dat vind ik wel mooi, want het zit in het verlangen. Het zit in het verlangen, het zit in het intentie, het zit in het begrijpen hoe mind en big guy alles is. En de Aboriginals zitten een heel groot gedeelte van hun tijd in die dream staat. Als zij een ziekte hebben, als er iets is met ze, dan is het voor hen een boodschap. Dan gaan ze in de droomstaat samen naar God, naar het goddelijke, om te vragen wat het plan was, wat hier is gebeurd. Maar ze herschrijven hem ook. En dat vind ik wel heel mooi. Moet je voorstellen dat je je plan, jouw geboorteplan of jouw plan hier op aarde, mag herschrijven. En net zoals ik aan jullie heb gevraagd een wereldmanifest te schrijven over de nieuwe wereld. En je te verheugen. Want met verheugen, dat vind ik wel leuk. En mijn moeder kwam met dit woord. Maar verheugen zit ook. Het is, je krijgt echt een verhoging ook van blije gevoelens, verheugen. Maar er zit ook een gevoel van weten dat het naar je toe komt. En daar zit hij. Want als ik iets wil, of ik naar verlang, en ik blijf in het verlangen, en ik blijf in het willen, dan is dat wat er gebeurt. Maar stel je eens voor dat je je plan herschrijft, net zoals een wereldmanifest, maak je een jouw blauwdruk. Herschrijf je samen met het goddelijke. En ik heb ooit dat ook in een visualisatie gedaan met mensen, waarbij je terugging naar de tekentafel. Terug naar de tekentafel waarin je eigenlijk een nieuwe blauwdruk schrijft. Nou gaat het erom dat als je hem schrijft, dat je hem ook fysiologisch in je hersens schrijft. Dus dat betekent dat je dat moet herhalen, want anders gaat hij niet in je systeem zitten. En de sleutel hiervan, alles is mind, met big eyes, alles. In die creatie, maar ook het nemen van die verantwoordelijkheid. Wat zo belangrijk is, is dat tijd niet bestaat. Dus eerst het moment dat we het in de toekomst plaatsen, plaatsen we hem in de toekomst. Dus plaats hem in het nu. Plaats hem in het nu. Je weet, dat spelletje vroeger, doen alsof. En het is zo mooi, dat als je doet alsof, dat kan je alleen maar doen als het er al in zit. Als die mogelijkheid al erin zit. Dus al die mogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben in dit oneindige universum, maar ook in creatie. Als we eentje daarvan naar het nu trekken, dat is ook hoe dat werkt met die vijfde dimensie. Naar het nu en je verheugt je. Ik vind het woord verheugen zo leuk. Niet geheugen,
maar verheugen. En dat je voelt, het is er nu. Oh, wat fijn en wat mooi om dit te voelen. En we hebben dan echt een heel krachtig bewustwordingsproces in ons van de essentie van wie we zijn. En waartoe we dan in staat zijn. En dat vond ik zo mooi gisteren bij die wereldmeditatie. Er waren een paar dingen die bij mij speelden die dag. En zorgen die opkwamen in mijn denken. En zorgen over mensen hoorde ik God zeggen, maar ik heb ze in mijn hand, net zoals ik jou in mijn hand heb. En over zaken en over dingen die er gebeuren hier op aarde, hoorde ik, ik heb het in de hand. En het is zo mooi om dat te voelen. En dat je helemaal weer in dat vertrouwen kan komen, ook al lijkt dat nu niet. Maar daar zit hij namelijk. Het verheugen al. En ik zei, wat kan ik doen? En toen zei hij, rejoice your life, rejoice. Voel die vreugde. En vier het leven. Maar soms is helemaal niks te vieren. En hoe kan ik? Hoe kan ik? Hoe kan je dat nu brengen? Waardoor het inderdaad in creatieproces gaat. En dit is echt een hele interessante. Ik vind deze zeven universele wetten, als je ze bestudeert, als je ze bekijkt, als je ze voelt, ga je ontdekken die kracht in je daarin, jouw scheppingskracht. En stel je eens voor, we hebben dat ook eerder gedaan, dat je weer die verbinding voelt met dat Allerhoogste. En voel eens dat al die mogelijkheden er zijn. En voel eens hoe je je kunt verheugen. Want in het verheugen zetten we het sterkste beeld neer, plus het gevoel. En dat is de vibratie die eruit gaat. Dat is de oorzaak en gevolg wat terugkomt. Ja, en alles heeft te maken met vertrouwen. En het is zo mooi, iedere keer als ik zorgen maak, mijn denken, of ik ga twijfelen, dan hoor ik de zin, letterlijk. Meisje, heb je nou weer zo weinig vertrouwen in me? En dat ontroert me eigenlijk direct. Dat ontroert me, dat ik... Het is zo grappig. Het is net alsof je... We hebben jarenlang kookboeken gelezen, maar nu moeten we koken. Nu moeten we het doen. En er gebeurt veel bij mensen. Er gebeurt echt heel veel. Ik zie ook het gevecht tussen doorbreken in iets in het licht, maar ook het ego of het donker of het verleidende wat ons terugtrekt. En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Zie je mega aan de gang nu. En dan ga ik erin en dan hoor ik, meisje, heb je weer geen genoeg vertrouwen in me? Dan moet je eens voelen hoe dat voelt. Als je hem dan weer wel hebt. Want we mogen echt vertrouwen. Iedere dag weer. En het geeft zo'n vrij gevoel. Het geeft zo'n kracht. Het geeft zo'n gevoel van samen. En wat we gisteren deden met de wereldmeditatie... Wij creëerden samen als één. Hoe mooi is dat?
in vertrouwen. Dank jullie wel.